Even kijken, we zijn met, ik zie 14 mensen. En eventjes een praktische vraag. Als ik nu iets in de chat typ met everyone, ziet dan deze 14 mensen het of ziet dan iedereen het? Ook in de andere sessies, weet je dat? Dat weet ik niet. Oké. Okay. Nee, ik denk dat we gewoon wel kunnen typen, maar het zou ook heel goed kunnen, dat zie je hier overal, to everyone, dus ik denk dat je ook... Nee, dat zal iedereen in deze sessie zijn, dat komt helemaal goed. Goed. Ik denk dat het goed komt, ja. En straks ook de vraag, daar mag iedereen nog even over nadenken, maar dat we ook een active listener hebben, die ook straks, als we weer in de grote groep zijn, een beetje mee wil praten over wat we hier hebben besproken in deze sessie. En meepraten is eigenlijk gewoon even samenvatten, toch? Dus... Ja, even samenvatten en visie te geven op wat hij gehoord heeft in deze breakout. En als je dat dan wil doen, dan kun je dat bij jou kenbaar maken, toch Thomas? Ja, ja, ja. Ik hoop dat er in ieder geval één iemand zich meldt. anders moet ik het doen, maar ik sluit er als iemand uit de sessie dan nog goed. Oké, ik heb een korte presentatie voorbereid die anders is dan de vorige, met een beetje theorie over waarom het monetaire systeem kapot is en waarom helikoptergeld door sommige mensen als een oplossing gezien wordt. Dat kan ik nu gaan doen. Maar als er hele prangende vragen zijn die ik moet meenemen, denk ik dat ik dat beter nu eerst even kort kan doen. Dus zijn er dingen die ik echt mee moet nemen in mijn presentatie? Josien? Ja, ik heb wel één ding dat ik hoop dat je meeneemt. En dat is of hoe haalbaar het is, hoe ver het is in de mogelijkheden. Is het nog helemaal out there of is er echt een serieuze kans op? Oké, ja, daar eindigt mijn presentatie, dus je wordt bediend. Ik wil de vraag. Ja, Emiel. Hi. Ja, ik dacht in Amerika doen ze het volgens mij. In de VS hebben ze het wel gedaan. Of daar iets van bekend is. Wat dat dan voor gevolg heeft gehad. In de VS hebben ze het niet gedaan. Ja, in de VS hebben ze, mijn vriendin is Amerikaans. Daar hebben ze gewoon een paar keer gewoon $1000 per persoon gegeven. Dus dat bedoel ik. Nee, dus wat ze hebben gedaan, daar hebben ze een soort van... De overheid heeft geld gegeven aan mensen. Ja. Direct. De stimulus checks waren dat. En de overheid heeft dat natuurlijk gefinancierd. En een deel van die financiering is van de centrale bank gekomen. Ja, ja, natuurlijk, dat is waar. Dus de overheid zo migraties kan verkopen. Wat er wel gebeurt is, dan geeft de Amerikaanse overheid schuldpapieren aan de centrale bank. De centrale bank geeft dollars aan de overheid. En de overheid geeft die dollars door aan de bevolking. Dat heb je... Ja. Dat type monetaire financiering, dat mag niet direct in Europa. In Europa heb je, als je dat type monetaire financiering in Europa hebt, heb je meer dat de overheid obligaties verkoopt aan commerciële banken, die vervolgens bij de Europese Centrale Bank stallen. Nou, dat geldt natuurlijk alsnog bij de overheid terecht, maar er zitten commerciële banken tussen. En de overheden kunnen die dan natuurlijk gewoon direct in termen van stimulus checks aan mensen geven. Het coronabeleid in Nederland hebben veel meer de bedrijven gesteund om de mensen in dienst te houden. En veel minder de mensen zelf gesteund. Omdat het idee is dat dat dan ook... Dat was in ieder geval het idee bij de beleidsmakers. Dat dat dan veel meer terecht komt ook bij mensen die het niet nodig hebben. Terwijl als je de bedrijven steunt die een omzetverlies hebben, dan komt het in ieder geval terecht bij de bedrijven die mensen dreigen te moeten ontslaan. Dat was in ieder geval het idee. Dus de... Ja. Uitwerking is anders. Maar echt, helikoptergeld op die manier is niet geprobeerd in de wereld. Oh ja. Ik had ook nog wel even een vraag. Nee, ja. Ik was wel benieuwd of je het nou hebt over geld gewoon uitstrooien en doe er maar mee wat je wil. Of dat we meer kunnen gaan kijken van hoe burgers dan wel, misschien georganiseerde burgerinitiatieven, direct geld kunnen halen voor bijvoorbeeld duurzame initiatieven. Of ik ben zelf veel met wooncoöperaties aan het kijken, waarbij burgers eigenlijk gezamenlijk eigenaar zijn van woningen. En heel moeilijk aan geld kunnen komen, omdat ze als bedrijf gezien worden. Terwijl als je individueel koopt, kun je gewoon 100% financiering krijgen. Dus gaan we de voorwaarden aan stellen hoe je geld krijgt? Ja, dit is een interessante vraag.
Ik zou die helemaal aan het eind. Ik zou dat gewoon aan het eind van het gesprek nog een keer in willen brengen als ik jou was. Want dit is wel inderdaad een van de punten waar we het absoluut over moeten hebben. Oké. Dan kan ik de rest ondertussen even over nadenken. Dat helpt ook. Dan ga ik gewoon aan mijn presentatie beginnen. Even zoeken. Deze. Juist, ik heb het dus even geld direct aan burgers geven genoemd. En om even terug te pakken op een slide die in de vorige presentatie zat. Met heel veel kunst en vliegwerk heeft de ECB eigenlijk die prijsstabiliteit weten te bewaken. Dit is nog een keer het inflatieniveau. Dit is paars is het doel. Rood is hoe zich dat eromheen beweegt. En kunst en vliegwerk zijn al die speciale programma's die zijn opgetuigd vanaf 2008. Gevolg daarvan, de ECB via allerlei programma's geld in de financiële sector en indirect bij overheden gekregen. Gevolg daarvan is dat de balans van de centrale bank fors gegroeid is. Dus dit is in miljarden euro's. Deze loopt tot vandaag. Dit is een grafiek van Bloomberg. Dat is een financiële datadienstverlener. En die laat de balansomvang van de Europese Centrale Bank zien. En die is sinds 2008 gegroeid van 2000 miljard euro naar nu 8000 miljard euro. En je ziet hierin de financiële crisis, dat is dit bultje. Je ziet de Europese schuldencrisis, die zit hier zo'n beetje. Je ziet de kwantitatieve verruiming, die tussen 2015 en 2019 eigenlijk plaatsgevonden heeft. En je ziet de coronacrisis vanaf 2020 hier, die tot een enorm opkoopprogramma geleid heeft. Nou, die exploderende balans, dat is allemaal geld dat in de economie gebracht wordt, heeft dus een aantal grote nadelen. De aandelenmarkten gaan door het dak. Je hebt de huizen gaan door het dak, omdat het voor bepaalde groepen heel goedkoop is om aan geld te komen. Mensen proberen rendement te halen, dus investeren dat in bitcoins. Daar kun je een hele discussie over hebben wat de onderliggende waarde daarvan is. Maar dat die zo volatiel is en dat die zo enorm stijgt, dan heeft het toch ook wel het karakter van een bubbel. Er is speculatie in grondstoffen. Dat lijkt allemaal vrij onschuldig, maar het gevolg is wel dat voor in met name derde wereldlanden het ene moment basisgrondstoffen als graan en mais een stuk duurder zijn dan het andere moment. En als 70% van je inkomen aan graan en mais opgaat, wat in sommige derde wereldlanden echt het geval is, ja, dan heb je een serieus probleem als die prijzen fors door het dak gaan vanwege speculatie hier. Nou, die aandelenmarkt door het dak, hè, dat leidt ook tot dat mensen dat weer met krediet gaan financieren. En dat vergroot het risico op een kredietcrisis later. Heel specifiek Nederland zijn problemen met de pensioenfondsen. Want je zou heel naïef zeggen, als de beurs lekker stijgt en de huizen lekker duurder worden, dan worden pensioenfondsen, dan wordt het voor pensioenfondsen heel aantrekkelijk. Dan krijgen pensioenfondsen ook meer geld in kas. Maar het geld dat ze achter moeten houden om hun deelnemers de pensioenen uit te kunnen betalen, stijgt harder die hoeveelheid dan dat de aandelen stijgen. Dus pensioenfondsen in Nederland hebben wel degelijk een probleem door dit ruime monetaire beleid. En daarnaast werkt het, en daar zijn best wel veel economen, maken zich daar zorgen over. En dat was ook de grote zorg van bijvoorbeeld Nederland bij de beslissing om mee te doen bij de euro. Gerrit Salm heeft dat verschillende malen gezegd als minister van Financiën. Als je te makkelijk en te ruim monetair beleid voert, dan is er voor landen geen rem om geld te lenen. En dan kunnen ze gewoon de overheidsfinanciën volledig uit het lood laten lopen met het idee dat de centrale bank het wel weer oplost. En daardoor creëer je heel veel inflatie in de toekomst. Nou, waarom hebben we het hier eigenlijk over? En wat heeft dit te maken met het idee van helikoptergeld? Om daarbij uit te komen, doe ik een klein beetje monetaire theorie. Dit is gewoon een slide
een figuur uit een eerstejaars economielesboek aan de universiteit. En dat legt eigenlijk uit dat de centrale bank de rente bepaalt op de geldmarkt. En dat commerciële banken die kunnen van de centrale bank tegen een vergoeding lenen. En die kunnen geld als teveel bij de centrale bank neerzetten. En de private sector, dat zijn alle huishoudens, iedereen die gewoon een spaar- of een betaalrekening heeft, maar ook alle bedrijven met spaar- en betaalrekeningen, die zetten hun geld bij de commerciële banken neer, die lenen geld van commerciële banken voor hypotheken, voor bedrijfsinvesteringen. En indirect hebben centrale banken dan een effect op de hoeveelheid geld die en de voorwaarden waaronder wij allemaal geld kunnen lenen en geld kunnen sparen. Want de centrale bank bepaalt de rente op de geldmarkt. En op basis van die rente op de geldmarkt zetten de commerciële banken hun rentetarieven voor lenen en uitlenen. Daar hebben we allemaal mee te maken. Het idee daarachter is eigenlijk, en heel veel monetaire theorie gaat daarvan uit, dat dit gewoon één markt is. Dat er gewoon niemand doet wat die commerciële banken doen, maar dat de centrale bank de rente zet. En als die rente wat hoger is, dan is lenen duurder en dan is sparen aantrekkelijker. En dan sparen we meer, dan investeren we wat minder. En dan consumeren we wat minder en dan remt de economie een beetje. Dat is het standaard idee. En als de centrale bank wat lagere rente zet, dan is sparen minder aantrekkelijk. Dan zijn investeringen goedkoper. Dan is, omdat sparen minder aantrekkelijk is, consumeren relatief aantrekkelijker. En dan gaan we vanuit in de private sector, dus dan gaan we allemaal iets meer uitgeven, dan stimuleert dat de economie een beetje. Het hele idee hierachter is dat de commerciële banken er eigenlijk niet toe doen. Dat is meer een doorgeefluik. Nou, dat klopt natuurlijk niet helemaal. Dat klopt natuurlijk niet helemaal. En omdat dat niet klopt, gaan er een aantal dingen mis. En er zijn eigenlijk twee problemen aan dit hele model. Het eerste probleem daarbij is eigenlijk dat de rente die de centrale bank kan zetten niet lager kan worden dan nul. Als de centrale bank namelijk een rente zet die veel, of niet echt veel lager dan nul. Als de centrale bank namelijk een rente zet die echt veel lager is dan nul, dan is het voor mensen nu mogelijk om gewoon naar hun bank te gaan, geld op te nemen in bankbiljetten en dat in een kluis te bewaren bij diezelfde bank. Kluisje te huren, in een kluis bewaren bij diezelfde bank. Of ze kunnen het in de matras doen, in de oude zak doen, et cetera. Want als je je geld in zelf bewaart, heb je gegarandeerd een rente van 0%. Dat stapeltje bankbiljetten wat je dan hebt, dat verandert niet, zeg maar. Al zit daar natuurlijk wel wat risico bij. Hè? Je hebt opslagkosten. Als je echt veel geld hebt, dan moet je misschien iemand flinke kluis kopen of iemand met een geweer betalen om daarvoor te gaan staan. Digitaal kan er niks misgaan, kan er minder misgaan, maar als je je geld in je eigen huis hebt liggen, dan kun je natuurlijk gewoon een overstroming hebben, dan ben je geld ook kwijt, terwijl je bankrekening gewoon blijft staan. Dus er is wel wat risico, maar echt heel veel risico is dat natuurlijk in een goed functionerende economie niet. Dus de centrale bank kan die rente niet veel lager verlagen dan nul. En dat is natuurlijk een probleem. Want als je de private sector eigenlijk vraagt om een rente die lager dan nul is, omdat je de economie wil stimuleren en je kunt hem niet verder verlagen dan nul, dan kun je gewoon niet aan de vraag van de private sector tegemoetkomen en dan kun je gewoon je werk niet goed doen als centrale bank. Nou, een oplossing daarvoor, traditioneel, is het creëren van inflatieverwachtingen. Want eigenlijk heeft die private sector niet per se te maken met de beleidsrente, maar meer met de reële rente. Dat is wat je verwacht, wat het geld wat je spaart of wat je uitleent waard is. Want volgend jaar heb jij ook het geld dat je gespaard hebt, krijg je wat rente of je betaalt wat rente, al naar gelang wat hoe je bank op dit moment met je omgaat. Maar goed, je bent wel rente verschuldigd. Minus de inflatieverwachting, omdat je geld wat minder waard is geworden. Dus wat de centrale bank zou kunnen doen aan dit probleem is het creëren van inflatieverwachtingen. Het tweede probleem is eigenlijk als dit niet een moment klopt, hè, dit stuk, als de commerciële banken
niet goed functioneren. Dan kan de centrale bank bijvoorbeeld wel de rente blijven verlagen, maar als commerciële banken zeggen, leuk, maar dat gaan we gewoon niet doorgeven aan klanten, want we hebben zelf financiële problemen en we kunnen dat niet leiden, er is onvoldoende concurrentie of de banken worden beschermd door de overheid, wat voor reden dan ook, dan heeft wat de centrale bank doet niet echt een effect op wat de reële economie ervaart. Dus dan is de centrale bank relatief machteloos. Nou ja, er zijn eigenlijk twee oplossingen. Er zit wel een probleem bij de banken, dat moet je oplossen. Dat is een oplossing, dus fix de banken. De andere oplossing is dat je de banken probeert te passeren. Dat je als centrale bank direct zaken probeert te doen met de reële economie. Nou, allebei die dingen hebben we geprobeerd, de centrale bank, op allerlei verschillende manieren. En het gevolg daarvan is die exploderende balans. Hè? Dat de centrale bank in een paar jaar van 2000 miljard aan balans naar 8000 miljard aan balans is gegaan. Dus de centrale bank creëert inflatieverwachtingen, dus de verwachting dat in de toekomst geld minder waard gaat zijn, door geld in de economie te pompen. Door te beloven dat er meer geld is. En het idee is dan, als de economie niet zo hard groeit, maar er komt wel meer geld, dan wordt geld relatief minder waard. Dat zijn die opkoop- en uitleenoperaties van de centrale bank. De centrale bank probeert ook inflatieverwachtingen te creëren door wat wel eens gekscherend open mouth operations genoemd wordt. Oftewel gewoon een persconferentie geven en daarin beloven dat je in de toekomst meer inflatie gaat tolereren. Dus gewoon zeggen, we verwachten dat inflatie gaat toenemen, we verwachten dat we niet zo heel veel daaraan gaan doen. Daarnaast heeft de centrale bank en ook de overheid van alles gedaan om de problemen in de bankensector op te lossen. Dat is heel erg de vraag of dat voldoende is. Maar er zijn ook verschillende stappen gezet om de banken te passeren. Bijvoorbeeld door niet voor korte tijd geld uit te lenen op de geldmarkt. Dat is wat ze traditioneel doen, maar voor langere tijd geld uit te lenen. Dat kun je doen met heel specifiek gerichte opkoopoperaties. Bijvoorbeeld door hele gerichte leningen aan banken te verstrekken. Dat de centrale bank tegen de normale banken zegt, je mag bij ons heel goedkoop geld lenen, maar alleen maar als je het doorleent. Dat doen ze. Die dingen zijn enigszins effectief, maar echt goed. Echt doorslaggevend. Het zijn geen gamechangers, zeg maar. De centrale bank zegt dat ze effectief zijn. Ze hebben daarvoor ook wel wat bewijs, maar echte gamechangers zijn het niet. Daarbij komt dat je dus al die problemen hebt op het moment dat die balans explodeert. En wat sommige mensen zeggen als alternatief is voor dit hele instrumentarium waar centrale banken het via de banken proberen op te lossen, is die banken maar passeren via of helikoptergeld of monetaire financiering. Maar helikoptergeld is in essentie de centrale bank die direct, dus niet via banken, geld in de economie stopt. Dus direct geld geeft aan huishoudens of bedrijven. En monetaire financiering is de centrale bank die geld geeft aan de overheid, zodat die het kan uitgeven. En dan dat op die manier bij bedrijven en huishoudens terechtkomt. En dat lijkt een heel aantrekkelijk initiatief, want het de dysfunctionerende sector, financiële sector buitenspel. Die sla je over de middelman. Het is ook heel helder en duidelijk. We gaan gewoon dit doen. En het is natuurlijk niet direct geprobeerd, maar uit allerlei aanwijzingen, uit allerlei andere projecten is er wel het idee dat het een heel direct effect op de economie heeft. Een heel direct effect op de inflatie heeft. Emiel die refereerde net aan aan dat geld wat Amerikanen van hun overheid kregen, die stimulus checks. Daarvan is gewoon vastgesteld dat dat een heel direct economische stimulans verzorgt. En dat dat voorkomt een erge crisis voorkomt. Op basis van onderzoek daarna kun je wel een schatting maken hoe effectief helikoptergeld direct gaat zijn. En men verwacht een direct effect daarvan. Al zijn er natuurlijk wel wat twijfels over. Op het moment dat dat voor echt te veel inflatie gaat zorgen, of dat de geloofwaardigheid
van de centrale bank in het geding brengt. Want het is dus wel een alternatief met wat nadelen. Het grootste nadeel, denk ik, aan het idee van helikoptergeld is dat het echt onomkeerbaar is. Sommigen noemen dat ook wel het voordeel. Maar het moment dat de centrale bank echt daadwerkelijk geld aan mensen geeft, dan kun je dat, en ze geven dat uit, dan zit dat gewoon in de economie, dan kun je dat niet meer afpakken. Terwijl als de centrale bank geld leent aan banken, dan kun je die leningen altijd weer terugschroeven. Dus als later de inflatie oploopt, als er later allerlei zorgen zijn, de centrale bank zou dat helikoptergeld weer terug kunnen pakken, dan kan dat niet. De analogie helpt ook, hè? Het heet helikoptergeld omdat je het mentale beeld hebt van een centrale bank die gewoon geld uit een helikopter duwt. Maar op het moment dat geld uit die helikopter gevallen is, kun je nooit meer met die helikopter naar beneden om dat weer op te pakken. Nou, het is onbekend terrein, het is nog nooit geprobeerd. Dus het gaat ongetwijfeld ook fout of deels fout. En omdat voor een centrale bank vertrouwen het allerbelangrijkste is wat er is. Hè, er is niet goud of iets anders wat de munt stut. Zijn centrale bankiers gewoon als de dood. Dat ze dat vertrouwen kwijtraken als ze fouten maken. En omdat het onbekend terrein is, verwachten ze ook gewoon dat ze fouten maken. Mensen die in leidinggevende posities werken bij centrale banken, die zijn over het algemeen redelijk risicoavers. Dus die nemen niet zoveel risico en dat zijn voorzichtige mensen. Eerder al genoemd, er is echt een bestuurs- en legitimiteitsprobleem. Want hoeveel geld geef je dan? Hoe bepaal je dat dan? Hoe verdeel je dat dan? Dat zijn eigenlijk allemaal taken die we normaal de politici laten doen. Dus als de centrale bank dit gaat doen, dan zal ze daar op een of andere manier, zou ik zeggen, als iemand die democratie heel belangrijk vindt, politieke legitimiteit moeten krijgen. En als laatste, en dat is eigenlijk wat Josine zei, het wordt door centrale bankiers om al deze nadelen ook wel gezien als een laatste nucleaire optie. Dus je ziet dat de ECB de afgelopen 15 jaar telkens een stapje verder is gegaan met het stimuleren van de economie bij iedere volgende crisis. Eerst had je heel voorzichtig, we gaan meer geld uitlenen. Toen versoepelden dus de leenvoorwaarden. Toen versoepelden ze de criteria waaronder landen en banken geld konden lenen. Toen gingen ze ook zelf actief opkopen. Toen veranderde dus de naam. Het waren van hele technische namen. Is het op een gegeven moment gegaan naar iets heel activistisch als de Pandemic Emergency Purchase Program. Telkens sorteert dat effect. Maar ja, de vraag is, waar eindigt dat? Welke stappen zijn er nog mogelijk? En dat zoiets als helikoptergeld erin zit, is dat wordt door centrale bankiers ook wel gezien als laatste optie. Als niks meer werkt, als we de economie niet meer kunnen stimuleren, dan is dat iets wat we kunnen inzetten. Wat je natuurlijk wel ziet, en dat is niet direct helikoptergeld, maar dat gaat wel in de richting die Menno aanstipte. Er zijn een aantal instellingen, zoals bijvoorbeeld de Europese Investeringsbank, die investeren in wegen, die investeren in andere infrastructuurprojecten en ook in ontwikkelingsprojecten in allerlei Europese landen. Die proberen dat enigszins rendabel te doen. Dat lukt natuurlijk nooit. Daarom is dat een investeringsbank en doet de private sector het ook niet. Er zijn allerlei plannen om zo'n investeringsbank gewoon geld vanuit de ECB te geven. Dat is dan geen helikoptergeld. Dat zit ergens tussen monetaire financiering en helikoptergeld in. Maar dat is wel middelen die ter beschikking worden gesteld. Overheden en andere aanspraak aan kunnen maken. Het zijn geen burgerinitiatieven, want het is wel allemaal statelijk en zo. Maar het is wel mensen die monetaire haviken krijgen daar wel bultjes van, zeg maar. Zien dat wel als een risico en zien dat wel als een stap daarheen. En zien ook de onomkeerbaarheid daarvan. Want als je je geld natuurlijk eenmaal hebt uitgegeven om wegen en bruggen te bouwen, ja, dan kun je die wegen en bruggen natuurlijk ook niet terugnemen, zeg maar. En er zijn ook wel weer ideeën om de Europese Commissie op die manier van meer budget te voorzien. Die worden ook af en toe geroepen. Dat gebeurt allemaal niet.
Maar dat zijn ook allemaal stappen die nog daadwerkelijk genomen zouden kunnen worden in de hoofden van centrale bankiers voordat je bij deze nucleaire optie aangekomen bent.